Van harte welkom bij TSC TV. In deze aflevering ziet u twee samenvattingen. Straks de derby Liende TSC, maar we beginnen met de wedstrijd TSC tegen UNA uit Veldhoven, gespeeld op 29 november. Allereerst de opstellingen. Op doel Van der Sman, achterin Kiomeni, Van D, Westerlaken en Vierek. Op het middenveld Takasawa, Alleskan en Van Gessel. En de voorhoede van TSC wordt gevormd door Nouri, Bartels en Noël Sanaki. Dan de opstelling van UNA uit Veldhoven. Soskovic op doel, Skerink, Huiben, Tieben en Van Beers in de achterhoede. Nico van Boekel, Roel van Boekel en Sebrechts op het middenveld. En Tielemans, Sverens en Van Wanrooy vormen de voorhoede. TSC heeft een einde gemaakt aan een mindere periode door met 2-1 van UNA uit Veldhoven te winnen. De overwinning kwam in de tweede helft tot stand en had hoger kunnen uitvallen. TSC hanteerde in het begin van de eerste helft veelvuldig de lange bal en wilde vanuit de afvallende bal op de helft van UNA gaan voetballen. Daar had UNA in de eerste instantie geen vat op. Al in de vierde minuut kreeg Ibo Alleskan al een kopkans uit een voorzet van gelegenheidsrechtsbuiten Nehemia Sanaki. Niet veel later kwam spitsje Bartels net tekort bij de eerste paal bij een voorzet van Gregory Vierek. Ook kreeg Akita Kasawa nog een schietkans, maar hij had te veel tijd nodig om te schieten. Het eerste gevaar van UNA kwam na 12 minuten. Benjamin van Wanrooy schoot over het doel van uitblinker Sebastian van der Sman. Na 23 minuten moest Vierek zijn doelman op de doellijn te hulp komen om een treffen van UNA te voorkomen. De winst speelde beide partijen op het goede bespeelbare veld op de Lokparten. Na ruim een half uur bereikte een voorzet van Mohamed Nouri Nehemia Sanaki, die zijn hoofd niet goed tegen de bal kon krijgen. Na 34 minuten moest Van der Sman handelend optreden op een schot van John Sverens van UNA. Hij bokste de bal weg en Bart Westerlaken deed de rest. Na rust begon TSC ongewijzigd aan de wedstrijd en liet zien dat men de wedstrijd per se wilde winnen. Het doel van UNA werd bestookt met voorzetten die vooralsnog niet aankwamen. TSC werd sterker en werd na 71 minuten beloond. Uit een uittrap van Van der Sman kon Nehemia Sanaki alleen op doelman Thomas Huiben af en die liet hij kansloos. 1-0. Ja, weer de Stamford 1-0 in het voordeel voor TSC. Doet de bank was nummer 8. Nehemia Sanaki. Nadat Matthijs van Gessel uit een paas van invaller Kurtley de Wind de paal had getroffen, kwam na 84 minuten toch nog de 2-0 op het bord. Invaller Sven van Inge speelde Nehemia Sanaki aan, die op zijn beurt Jip Bartels vond en die vervolgens fraai afrondde. 2-0. Deze voorsprong was echter van korte duur. Emre Bostanski ontsnapte aan de aandacht van Walter Kiomeni en vond voor het doel Sverens. Het werd 2-1. De laatste minuten van de wedstrijd bleven zodoende spannend, maar TSC gaf niets meer weg. Frits van den Berg, hoofdtrainer van TSC. Het was weer billenknijpen, maar 3 punten in de knip. Billenknijpen op het einde. Dat was inderdaad zo, maar wel 3 punten en 3 hele belangrijke punten. Want dit was echt nodig. We hebben uit de laatste 4 wedstrijden 1 punt gehad. En dit moest ook echt gebeuren. En daar was de ploeg ook echt van doordrongen. En dat is ook te zien geweest in de manier van spelen, in de strijdlust. Alles zat erin. Ik denk voor het publiek een fantastische wedstrijd geweest is. En moeilijke wedstrijd, gezien de omstandigheden. Maar heel verdiend gewonnen. Ja, met het spelersmateriaal wat nu voorradig is, is dit de max? Wat we nu op dit moment binnenshuis hebben. We hebben natuurlijk 3 langdurig geblesseerden. Die hebben we niet. Dus dan moet je toch weer gaan schuiven, dingen veranderen. Dat hebben we ook weer gedaan. En ik vind dat met name Erik van Dee het achterin fantastisch heeft gedaan. Voor mij was Sebastian was eigenlijk de man van de assist. En de man die even later bij de 1-0 gewoon de 1-1 tegenhaalt. Ja, langzaam maar zeker is het echt een keeper die punten pakt voor de ploeg. Ja, maar goed, daarvoor is hij ook onze keeper. En we hebben een fantastische keeper in de goal staan. Maar dat doe ik andere mensen tekort. Ik vind ook dat we, gezien de rest van het elftal, ik vind gewoon dat het hele elftal echt een compliment verdient op de manier waarop we gespeeld hebben. En dat levert dan uiteindelijk deze 3 punten op. Was je tevreden over het spel van Jip Bartels? Nou, Jip heeft het moeilijk.
En we weten allemaal, en dat deed hij zelf ook wel, we zijn ermee bezig, dat hij die doelpunt nodig had. En iedereen is zich ervan bewust. En dan kijk ik altijd heel raar, maar ik heb gistermiddag heb ik zitten kijken naar Barcelona tegen Real Sociedad. En dan gunt iedereen Messi een goal. En uiteindelijk maakte die pas in de 88e minuut en het hele stadion ontploft. En terwijl hij daarvoor twee ballen op de lat heeft geschoten en iedereen gunde hem, zeg maar, die ene goal. Nou, dat hebben wij met Jeppe. Een mooi compliment dat je Bartels vergelijkt met Messi. Nee, eventjes terugkomend op Sven van Ingen. Die kwam er laat in, gaf ook die assist. Ja. We stonden op het punt, na een half uur spelen, of na een kwartier spelen, toen hadden we ook afgesproken in de rust, daar gaan we wat doen. We willen winnen. Dus dan moet je ook voor de win spelen. En dan moet je ook alles of niks spelen. En dan is Sven plan B. Daar hebben we een optie voor. Klaar, dat weet hij. En dan moet hij er ook in komen. En dan moet hij ook oorlog maken. En dan moet hij ook in ieder geval proberen een zijn goal te maken. Nou, maar je zag ook nu weer dat er met Van Ingen een strijd in het veld kwam. Ja. Kan dat niet eerder? Ja, dat had eerder gekund. Maar het gekke was, die goal die valt. Die goal die valt. En natuurlijk... Ja, van Ruim, met alle respect natuurlijk voor Sanaki, de slechtste van het veld die je maakt. Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik vind niet dat we over slecht kunnen praten. Ik vind zeker dat Nehemia... De minst goede dan? Nee, ik vond Nehemia niet slecht spelen. In de rol die hij vandaag heeft moeten vervullen, aan de rechterkant, in een vrije rol. We hebben hem geen rechtsbuiten gemaakt. We hebben tegen Nehemia gezegd, jouw kracht. Wat kun je goed? Druk zetten kan die goed. Nehemia heeft een uitstekende conditie in zijn loopvermogen. En ik denk dat Nehemia naar ons toe, naar het team toe, gewoon een goede wedstrijd heeft gespeeld. Ja, dienbare speler. Ja, en dan verdient hij ook die 1-0. Fantastisch. En natuurlijk kwam op het juiste moment. Ja, en vanuit een assist van de keeper. Kan niet mooier. Je Bartels, een doelpunt te pakken, dat moet een fijn gevoel geven. Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Het was weer een paar weken geleden. En zowel ik als het team hadden het wel even nodig, denk ik. Dus het geeft een goed gevoel. En, als we het over jouw eigen spel hebben, sinds jouw reis naar, wat was het? Azië. Is het niet meer dat je zegt van super subliem, hè? Nee, klopt. Dat kun je, heb je gelijk in. Dat geldt voor mij persoonlijk, maar ook voor het team, denk ik, dat we sindsdien wat minder goed draaien. Of dan een Azië ligt, dat weet ik niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik denk dat ook de teams ons beter op ons instellen. Ze kennen ons spel. En daar stellen ze zich beter op in, zoals ik al zei. En ik denk dat we daar even moeite mee hebben gehad. En nog steeds moeite mee hebben om daar een remedie tegen te vinden. En ik denk dat we vandaag wel weer wat vertrouwen hebben getankt. 3 punten hebben gepakt. En dat wel de goede weg is ingeslagen. Je hebt op basis van strijd gewoon goed gevoetbald in deze pot. Maar hoe is het met jouw fysieke gesteldheid? Goed, ik moet zeggen, het ging wel lekker. Alleen de laatste 10 minuten was ik stuk. Het is een ander type voetbal. Het is wat meer hoger tempo. En meer druk zetten enzovoort. En dan de laatste 10 minuten meet ik wel dat ik even doorheen zat. Maar gelukkig hebben we nog jongens op de bank die dan kwijt kunnen afmaken. Als we kijken naar de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn in die topklasse, wat vind je ervan? Goeie vraag. Ik denk dat voetbal in de hoofdklasse en in de eerste klasse leuker is, makkelijker is. De teams op dit niveau merken toch dat ze wat sterker, sneller zijn en hoe noem je dat? Geheider. Fysieker, meer kracht. Meer kracht, meer fysiek en minder voetbal. Persoonlijk vind ik het echt niet heel leuk. Ik heb liever een voetballend team en dat ze op die manier oplossen. Maar we moeten ons er tegen wapenen en er zit niks anders op. Ik bedoel, het is een leuke competitie met veel entourage. En ik heb er wel zin in eigenlijk in de rest van de competitie. Obion Jijke, inmiddels een paar weken weer geblesseerd. Hoe sta je ervoor? Ja, ik heb afgelopen donderdag een MRI-scan gemaakt. En ik heb toch wel wat last van mijn knie. Er zit wat vocht in mijn knie. En als het goed is heb ik dinsdag de uitslag. En dan is afwachten wat ik precies heb. Je hebt een aantal wedstrijden lekker gevoetbald al bij TSC. Hoe bevalt het? Ja, bevalt me goed. Natuurlijk ben ik hier gekomen om weer te spelen. En dat heb ik voor mijn blessure wel gedaan. En voelt goed. Als je een inschatting moet maken, hoe lang duurt het nog voordat je weer op het veld staat? Ik vrees pas na de winterstop. Maar het is echt afwachten wat er die scan blijkt en wat de uitslag is. Ondertussen wordt er natuurlijk nog wel gewoon doorgevoetbald. Wat vond je van deze wedstrijd tegen UNA? Ja, ik vond dat we veel strijd hebben getoond en uiteindelijk mogen we blij zijn dat we hebben gewonnen. Tweede helft komen we wat beter aan voetballen toe en eerste helft was gewoon echt pure strijd. Tweede helft ook wel, maar tweede helft voetbal je wat meer en krijg je wat meer kansen. En, uiteindelijk mogen we ook
ja, gewoon de keeper ook bedanken. Goeie, een paar goede reddingen, vooral op het laatst. En ja, 3 punten is belangrijk en dat hebben we gehaald vandaag. Nog een langdurige geblesseerde voor de camera van Tech TV, Trumeen. Balrak, hoe gaat het met jou? Het gaat nu eindelijk de goede kant op. Ik denk dat ik na de winterstop weer zou kunnen spelen in januari. Dus ik ben nu hard bezig met de fysio in Amsterdam. Dus het zou wel goed komen. Ja, wat speelt er precies? Ik heb een scheur in mijn meniscus, nee, in mijn lies gehad. En daarna nog een ontstoken aanhechting naar mijn buikspier. Dus ik ben nu al 10 weken uit, helaas. Maar het gaat de goede kant op, hè? Wat vind je van het spel van TSC zoals het nu gaat? Zoals het nu gaat, een kleine vooruitgang, dat zeker. Wat meer op de lange ballen dan ons eigen positiespel. Maar de tweede helft ging het zeker beter dan de eerste helft. Dus wel tevreden over de 3 punten, dat zeker. Ja, voor jou natuurlijk balen dat je al zo lang niet speelt, hè? Voor mij is het zeker balen. Ik had graag een paar goals willen scoren. Dus. Maar helaas, ik kom naar de winterstop. Nou, daar gaan we je aan houden. Zeker. Sven van Inge, ondanks dat je maar een kleine 10 minuten hebt meegedaan, toch een stempel op die wedstrijd kunnen drukken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik met mijn snelheid voorin en ballen vasthouden en ja, een beetje de jongens aan het voetballen brengen, dat ik, wel mijn steentje bij kan dragen vandaag. Wees eens eerlijk, ben je nou niet ontzettend teleurgesteld dat je niet vanaf het begin waar meespeelt? Jawel, maar ja, dat zou niet goed zijn als dat niet zou zijn, denk ik. Ja, ik was dinsdag in de spits ingevallen, ging ook wel lekker. En ja, ik probeer gewoon mijn uiterste best te doen, wat ik de vorige keer ook heb gezegd. Heel dienstbaar ook, hè? Afgelopen dinsdag bij de beker heb je andere jongens ook laten scoren, dat deed je nu weer. Ja, ja, ik ben niet de spits die in de 1-1 echt mannetjes uit gaat spelen. Dus ja, ik kwam in de 1-1 en ik zag Nehemia komen, hij was wel een beetje ver weg. Maar ja, ik denk ik geef hem af en ik zag Jip ook al komen. En ja, zo, ik speelde hem op Nehemia en die tikte hem zo op Jip en die stift hem aardig over de keeper heen. Je ziet telkens als jij in het veld komt dat er strijd komt, wat TSC ook nodig heeft. Hoe kun je nou die trainer overtuigen om je erin te zetten? Ik denk dat ik gewoon mijn eigen ding moet blijven doen. Vroeger liet ik mezelf wel wat sneller gek maken. Ik ben nu wel mentaal wat sterker geworden. En ik denk dat ik dat ook gewoon zo moet houden. Gewoon niet klagen en ja, gewoon mijn best doen. En ja, dan ja, krijg ik vanzelf mijn kans. Ook al is het maar 10 minuten, maar ja, we hebben wel de overwinning binnengesleept. Sebastian van der Sman, keeper en tevens aanvoerder van TSC. Man of the match, dat moet jou deugd doen. Ja, zeker deugd. Het mooiste is dat we gewonnen hebben. Simpel, eindelijk weer. Even de wedstrijd doornemen, jouw beschouwing. Nou ja, we hebben een ander strijdplan gekozen. We willen echt in die wedstrijd komen. Laten zien dat wij ook de wil hebben om te winnen en dat we bij de tegenstander opleggen. En, zo zijn we begonnen. Ik denk dat we eerst heel veel kansjes gehad hebben, zij ook. Maar ik denk dat het van beide kanten wel strijdvoetbal was. En we hebben laten zien vandaag dat wij dat ook kunnen. En ja, uiteindelijk aan het langste eind getrokken. Nou, het is de goede kant opgevallen, hè? Dat kwartje deze keer. Maar voor hetzelfde geld gaat het weer mis. Je hebt voor TSC vandaag gewoon een punten gepakt. Ja, zo kun je dat zien. Maar ik denk dat we ook veel kansen gecreëerd hebben. Als we die afmaken, dan weer 4, 5, 1, 2 misschien. Dus ja, nou ja, goed, ik heb een paar lekkere ballen gepakt, dat klopt. Nou, als ze voorin wat meer afmaken, of als de keeper van hun een paar ballen niet pakt, dan win je hier ruim. Maar goed, na dat verschrikkelijke verhaal daar in Linde, nu weer een goed gevoel. Ja, zeker. Nou, toen hadden we ook niet zo'n slecht gevoel. Ja, weet je wat het is? Nou goed, dat was niet aan TSC te wijten dat we daar met een slecht gevoel zijn weggegaan. Hè? Nee. Ik praat hier over we, maar TSC. Ja. Ja, je wil altijd winnen. En zij hebben laten zien wat het is als je met strijd en met passie voetbalt. En we hebben dat ook, alleen het komt er niet altijd even uit. En ik denk dat het nu gelukt is. Dan nu de samenvatting. Linde tegen TSC, gespeeld in Linde op Sportpark de Abdijhof voor zo'n 1000 bezoekers. Allereerst de opstellingen. We beginnen met FC Linde op doel Schimmel. Achterin Interzaag, Van der Neut, Vreekamp en Van Rijn. Op het middenveld Van Eem, Broekhoff en Van Hussen. Bendadi, Viafadanki en Ben Ahmed die vormen de voorhoede van FC Linde. TSC speelt met Van der Sman op doel. Vierek, Alleskan, Westerlaak en Kiomeni in de achterhoede. Noël Senaki, Rodjan en Van Gessel op het middenveld. Joël Senaki, De Wind en Nouri in de aanval. TSC ging dankzij een treffer van Christian van Hussen voor rust met 1-0 onderuit tegen FC Linde. Toch was het niet alleen Hosanna voor de Lindenaren. De ploeg eindigde na 2 rode kaarten met 9 man. TSC startte uitstekend. Mohamed Nouri werd na een minuut al vrij gespeeld. Tom van der Neut van Linde wierp zich echter in de baan van het schot en dat voorkwam de voorsprong voor TSC. Luttele minuten later kon Matthijs van Gessel vrij oprukken. Hij produceerde slechts een afzwaaier. Oh,
Ook na een fout van Mike Vreekamp van Lienden na een klein kwartier miste Van Gessel het doel royaal. Halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd en kreeg FC Lienden meer vat op het Tielse spel. De 1-0 viel na 34 minuten. Een vrije trap vanaf de linkerkant van Frank Wiaf werd door Van Hussen strak in de hoek gekopt. De middenvelder was op slag van rust ook nog dicht bij de 2-0, maar zijn inzet na een corner ging rakelings naast. TC probeerde na de pauze iets te forceren door Jeep Bartels en Dawood Pousbiba in te brengen voor Ibo Alleskan en Joël Sanaki. Veel gevaar leverde dat niet op, want Linde doelman Jan Schimmel hoefde na rust geen enkele keer meer echt in actie te komen. Linde hield voortdurend druk op de bal, waardoor de Tielenaren niet aan hun geliefde positiespel toekwamen. Na de derde wissel aan Tielse zijde, Akita Kassawe werd gewisseld voor Mohamed Nouri, sloeg het noodlot voor TC toe. Na een aanslag van Ralf Doua kwam Pousbiba een kwartier voor tijd zo ongelukkig terecht dat zijn knie uit de kom schoot. Hij moest per brancard het veld verlaten en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bezoekers, die dus al 3 keer hadden gewisseld, moesten daardoor met 10 man verder. Inmiddels had FC Linde Mo Adjiach en Doua in het veld gebracht voor Fatih Benahmet en Emilat Intezar. FC Linde kon nog wat meer inzakken en gokken op snelle counters, maar die leverden niets op. Waarna de extra tijd van maar liefst 14 minuten begon. De blessurebehandeling van Pousbiba, de extra tijd voor de wissels en het aldus arbiter De Gast extra tijd trekken vormden de optelsom van deze zeldzame verlenging van de wedstrijd. In die periode verloor de thuisclub FC Linde de zelfbeheersing compleet. Eerst incasseerde Erik van Eem een rode kaart na een wilde overtreding op Walter Kiomeni. En een paar minuten later kon ook rechtsback Toua vertrekken. Hij kreeg geel voor tijdrekken en daarna nogmaals geel voor een woeste overtreding. Frits van den Berg, hoofdtrainer van TEC. Zijn we hier bestolen? Nou, bestolen vind ik een beetje een zwaar woord. Ik vind wel, als ik over de hele wedstrijd kijk en we gaan de kansen afwegen, dan vind ik de overwinning van Linde wel terecht. De 1-0. Maar het had anders gekund. Ik zeg, en dan gaat het niet over wedstrijdssituaties, maar gaat het over het aantal overtredingen wat met name in de tweede helft is begaan door Linde. Maar ja, goed, we moeten het doen met hetgene wat op het veld loopt. En ik kan er wel een heel groot verhaal over houden. Maar er zijn wel dingen op het veld gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. En nou, hard spelen, dat mag. Ja, okay. Maar gemeen? Ja, want uiteindelijk zijn er wel... kijk, als er rode kaarten vallen, dan zijn er dus dusdanige overtredingen gemaakt. En Linde heeft er 2 gehad. Maar ik heb wel iets meer gezien, hoor. En goed, dat werd niet altijd bestraft. Maar goed, daar hebben we mee te doen. En daar kunnen we lang en breed over praten. Hij heeft de leiding, hij moet de beslissingen nemen. En dat viel niet altijd, laten we het zo zeggen, in ons voordeel uit in de tweede helft. Linde, toch compact en goed gespeeld. Ja, hè? Een professionele club. Ja, vechtploeg. Ik vind dat hun verder zijn dan wij daarin. Dat is ook onze les die we vanavond geleerd hebben. We hebben net in de kleedkamer tegen elkaar gezegd. Jongens, ook dit zijn leermomenten. Wij moeten leren dat we ook dit soort wedstrijden naar een goed eind kunnen brengen. En dan is het allemaal hartstikke mooi dat we leuk voetbal spelen. En dat we mooi voetbal willen spelen. Maar af en toe moet er ook geklokt worden. En er zijn er bij ons te veel die dat nog niet in hun mars hebben. En dat is jammer. Ibo, alles kan. Een ontevreden of een tevreden gevoel? Dat klinkt een beetje raar natuurlijk met een verliespot. Hoe voel je? Ontevreden natuurlijk. We gaan hier weg met een nederlaag. Terwijl dat vooraf gezien natuurlijk komen we voor de volle winst. Dat is niet geworden. Niet dat wij te weinig gecreëerd hebben, te weinig in onze spel gekomen zijn. Te veel in hun fysieke kracht gekomen zijn. En uiteindelijk hebben zij natuurlijk daarvan wel gewonnen van ons. Ja. Je bent gewisseld. Waardoor was dat? Ja, ik kreeg een elleboog tijdens een duel in mijn nek eigenlijk. En toen viel ik en klapte die dubbel ook. En ik was meteen al eigenlijk duizelig en ik zag wazig. Dus, maar het ging niet over ook. Dus. Linde heeft hard gespeeld, maar waren ze ook gemeen? Ja, dat vond ik wel. Maar vooral de tweede helft. Je ziet dat zij echt op het randje hebben gespeeld. En af en toe zelfs over het randje. En dat werd te veel toegelaten in het begin al door de scheids. Ja, en dan gaan ze nu eroverheen en dat is een aardig gelukt. Ja. Al met al, TC stond wel als één man te spelen op dat veld. Dat moet deugd doen. Ja, zeker. We zijn absoluut voor elkaar geknocht. Maar je ziet dat hun
dat bij hun elke keer eroverheen gooit. En als zij elke keer dat voordeel van de twijfel krijgen, ja, dan logisch is hij dan elke keer een stapje te ver gaan. Wij moesten elke keer inhouden. Maar goed. De scheidsrechter van vandaag in deze derby, Linde TSC, u had de handen vol aan. Jazeker, alle handen vol. Het gebeurde eigenlijk pas vanaf het moment dat de speler van TSC geblesseerd van het veld afging. En tot die tijd was er eigenlijk niks aan de hand. Nee, want tot die tijd volgens mij ook nog geen kaarten gegeven. Er was ook helemaal geen reden toe. Spelers hadden respect voor elkaar. Op het moment dat er een speler geblesseerd was, gaven ze de bal netjes terug. En wat u zegt, er was niks aan de hand. Maar toen raakte de speler van TSC geblesseerd. Naar mijn inziens in een duel, om de bal. Valt verkeerd. En raakt dusdanig geblesseerd dat hij met een brancard van het veld af moest. En ik heb begrepen dat hij nu onderweg is naar het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk. De beelden zullen uitwijzen wat daar precies gebeurde. Verder? De beelden heb ik niet gezien. Dus dat blijft lastig. Ja, wij ook nog niet. Dat komt vanzelf. En verder, vanaf dat moment kantelde de wedstrijd. Was het grimmiger aan het worden. En ontstonden er meer irritaties op het veld. Zonder dat daar, naar mijn inziens, over de scheef ging. Tot aan de eerste gele kaart en de directe rode kaart voor een speler van Linde. En vanaf dat moment was het alle zuilen bijzetten. Hard spelen dat mag, maar bij Vlagen was het gewoon ook gemeen. Vanaf dat moment, dat denk ik, weet ik wel zeker, vanaf de eerste directe rode kaart. Daar heb ik ook geen seconde over getwijfeld. Vanaf dat moment werd het irritant. Dan de uitslagen van de op 29 november gespeelde wedstrijden. OJC Rosmalen, de tref was 0-3. Sneekwit Zwart Hercules 0-2. AFC VVSB 3-1. TSC UNA 2-1. HSC 21 FC Linde 1-1. JVC Kuik EVV 4-0. Maghreb 90 tegen HBS 2-0. En de Koninklijke HFC tegen WKE. Die wedstrijd is afgelast. Dan de stand per 29 november in de topklasse zondag. WKE uit Emmen staat bovenaan, 12 wedstrijden gespeeld, 27 punten. De treffers uit Groesbeek, tweede, 13 wedstrijden gespeeld, 24 punten. AFC uit Amsterdam, 13 gespeeld, 23 punten. VVSB, 21 punten. FC Linde, 14 gespeeld, 21 punten. TSC op de zesde plaats met 20 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. De Koninklijke HFC uit Haarlem 19 punten uit 12 gespeelde wedstrijden. En JVC Kuik sluit het linkerrijtje met 19 punten uit 13 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 13 december. Op Sportpark De Lok wordt dan gespeeld tegen VVSB. U bent van harte welkom. De wedstrijd begint om 2:00 in de middag. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.